Hoi, ik ga vandaag een tag doen. What about. Nee. What I love about you tag. En die heb ik gevonden op het internet van YouTube. En met een Engelse guru volgens mij. Ik weet even niet haar naam. Volgens mij heet ze Fleur of zo. Ja, die had dus die tag. Dus ik dacht, leuk, doe ik ook. Ik heb het dus vertaald in mijn beste Engels. Ik ben heel slecht in Engels. Dus ik hoop dat ik de zinnen een beetje oké heb vertaald. De bedoeling is zeg maar dat ik, er worden vragen gesteld en daarmee antwoord ik op met mensen van YouTube, zeg maar. Dus let's begin! Vraag 1. Met wie wil je ruilen van haar? Dat vind ik echt een moeilijke vraag, want ik vind bijvoorbeeld, Tenske heeft super mooi lang haar. Die lengte wil ik echt heel graag, maar ze heeft wel heel dun haar. Dus ja, dat zie ik dan weer wat minder. En... Maar Vera heeft juist weer heel mooi dik haar. Dus ik wil een beetje van Vera en Teske tegelijk. Dat weet ik. Van wie kijk je de video's als eerste? Van Teske en van Saske. Omdat die ja, allebei vloggen. En vlogs vind ik gewoon het leukste om naar te kijken. Nou, vooral Nederlandse vlogs. Die in het Nederlands vloggen. Wie heeft de leukste stijl? Ik vind dat Linda de beste ja, zeg maar, kledingstijl heeft. Ze heeft wel echt haar eigen ja, echt wel gevoel daarvoor. En ja, ziet er altijd heel leuk uit. Favoriete guru die in een ander land woont. Nou, ik ga er geen guru nemen, want ik kijk echt amper buitenlandse gurus. Echt qua make-up en zo. Dus mijn favoriete YouTuber die uit Nederland komt, dat zijn dan denk ik de Shaytards. Omdat, ja, de ene keer vind ik het heel erg saai om naar te kijken. Omdat het gewoon... Soms is het echt altijd hetzelfde dat hij met zijn kinderen gaat gooien. En dan denk ik, oh, come on. En, maar ik moet er wel 910 keer heel hard om lachen. En ja, zij zijn wel echt de vloggers die steeds weer met nieuwe dingen komen die me verrassen. Dus daar moet ik er steeds om lachen. Op wie kun je rekenen? Ja, meerdere mensen sowieso. Linda, Vera, Teske en Saske denk ik. Alwin ook wel. En, ja, het zijn wel echt mensen die ik ook wel beter ken. En die zijn wat meer dan een YouTuber voor mij. Wie heeft veel zelfvertrouwen? Ik denk dat op zich... Er drie zijn die allemaal goed, ja, gewoon goed in hun vel zitten qua zelfvertrouwen. En dat zijn Teske, Saske en Alwin. En vooral Alwin weet ik dat hij echt heel erg ja, tevreden is met zichzelf. En een beetje tegen het arrogante aan, maar niet op de slechte manier. Want arrogant kan ook op een ja, positieve manier zijn. Dat je gewoon blij bent met jezelf. Als je met iemand beste vrienden kon zijn, wie zou dat zijn? Ik denk met Saske, omdat Saske, ik heb het meest met haar gemeen qua muziek en ja. Zij is ook heel erg, ja, ze is gewoon echt super lief. Ik ken haar echt heel kort, amper een jaar, nog ineens denk ik, nee. Vorig jaar op The Gathering voor het eerst ontmoet. Maar ze is nu echt al heel ja, behulpzaam, luisterend oor. Dus ja, dat is echt wel een goede vriendin. Het is alleen slecht dat zij andere mensen voorop op zichzelf stelt. Dus dat is misschien wel goed als we een vriendin te hebben, maar is niet goed voor haarzelf. Dat moet je niet doen. En wie heeft de schattigste YouTube naam? Ik denk ik zelf. Ja, dat komt. Ja, de rest is allemaal niet echt heel. Ja, My Love Bug Life is op zich ook wel schattig. Al is dat Love Bug blijkt gewoon een heel vies insect te zijn. Het is geen lieveheersbeestje. Wie is het meest nuchter of realistisch? Oké, wie sowieso niet nuchter is, is Teske. Want als zij al een dier ergens buiten ziet, gaat ze flippen. Of een beroemdheid, gaat ze flippen. Ze gaat heel snel flippen om iets. En ja, wie is nou echt nuchter? Saske is wel vaak nuchter, maar ik weet ook dat ze dingen heeft waar ze echt om kan gaan flippen. Ik weet niet, ik ken niet echt nuchtere mensen, denk ik. Met wie winkel je graag? Eigenlijk heb ik alleen nog maar echt met Linda gewinkeld. Dat is altijd wel super leuk, want we hebben dezelfde interesses, kleding en make-up.
Dus dat het is altijd wel leuk. En ja, verder, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is om te winkelen met Vera of Serena. Dus dat gaan we zeker nog een keertje doen. Naar wie kijk je al vanaf het begin? Ik heb echt heel veel YouTubers die ik al vanaf het begin volg. Echt. En ik denk vooral Teske, dat ik die vanaf het begin volg. Echt toen ze nog echt al 2, 3 jaar geleden of zo. Dat is echt, totaal anders. Echt super jong. Ze zag er echt ook nog heel jong uit. En Saske, die kijk ik ook van het begin. Dat is nog niet zo heel lang bezig. Vera ben ik volgens mij... Ja, die ken ik ook nog van de andere kanaal. Linda ken ik ook nog van de andere kanaal. Dus ja, ik kijk eigenlijk... Alvin kijk ik ook vanaf het begin. Dus ja, eigenlijk bijna iedereen wel zo'n beetje. Ja. Wie lijkt het meest op jou? Ik denk eerlijk gezegd niemand. Omdat ik heb eigenschappen. Ik ben heel stil. En ik denk dat ik iets van Vera heb qua humor. Al is zij wel iets droger. En ook wel veel van Linda qua gevoeligheid en emoties en luisterend oor. En zoiets. Al vind ik mezelf niet echt heel erg op iemand lijken. Nee. Wie heeft de mooiste lach? Ik weet dat de meeste mensen... nooit lachen op de foto gaan zoals Teske en zo. Omdat ze een hekel hebben aan de gebit. Vind ik zo stom dat er iets moois is als je iemand echt heel erg ziet lachen. Vind ik altijd mooi. En heeft hij nou een mooie lach? Ja, ik kan ze dus ook helemaal niet voor me zien met de lach. Omdat ze altijd zo op foto staan. En dat vind ik geen lach. Ik vind dit een lach. Ik denk Serena. Serena. Die is sowieso de mooiste. Wie heeft de mooiste kamer? Qua inrichting zeg ik Teske. Want die heeft echt wel heel erg leuk op elkaar, ja, op elkaar afgesteld, zeg je het zo. Met heel veel bloemetjes en ja, accessoires. En het is gewoon heel erg schattig. Dat vind ik leuk. En qua grootte? Vera. Vera heeft echt een hele mooie kamer. Waar ze ook echt alles heeft. Echt... Het is net een woonkamertje. Het is echt geweldig. Het is ook heel gezellig en knus. Wie wil je als zus? Oh, dat is een moeilijke vraag voor mij. Ik denk... qua luisterend oor en zo... wel Saske. En verder... om leuke dingen mee te doen, denk ik... Vera. En heeft ook, ja, ik denk Vera, die is ook op zich wel heel lief en zoals zus, denk ik. Ja. Wie leer je altijd wat? Niemand eigenlijk. Ja, van wie leer ik wat? Wat leer ik nou? Ik denk weer een Saske. Saske zegt heel vaak van, Sanne, je moet dat niet doen. Of Sanne, je moet dat doen. Sanne, je moet dit doen. En dat is soms ook heel erg vervelend. Maar ik heb daar veel meer aan als mensen eerlijk over me zijn. En zij, als zij iets irritant aan me vindt, zelfs zodat ik altijd heel emo tweet. Dan zegt ze gewoon, Sanne, moet je niet doen. En ze zeggen Alvin ook. En dat ze zijn wel heel eerlijk. En dat is, ja, is wel pijnlijk, maar heb je wel heel veel aan. Ik maak de meest creatieve video's. Creatief! Ja, wat is creatief, hè? Want tegenwoordig noemt iedereen zich al heel snel creatief, terwijl er niks uitkomt. En ja, weet je. Creatief. Ja, niet... wel. Ik weet het wel. Alwin. Sowieso Alwin. Die is echt super... Echt bam! Altijd weer iets leuks met zijn video's. Zelfs die Q&A. Echt, what the fuck? Hoe verzin je het? Supergoed. Maar ook Saske. Die is vooral heel leuk met bewerken. Daar ben ik zwaar jaloers op. Maar ik kan niet zoveel met muziek en zo. Al kan ik ook niet zo goed veel bewerken. ja, dus dat zijn wel
Ja, dat zijn de creatieve video's. En dan vooral Almin vind ik altijd... Ik vind video's eigenlijk wel altijd te kort. Ja, deze, mijn video's zijn altijd te lang. Het is een tag, dus ik ga hem doorgeven. Ik ga hem doorgeven aan iedereen die ik heb genoemd in deze video. Behalve de shaters, want die zien mij toch niet. Dus Linda, Saske, Teske, Vera, Alwin, Serena. Heb ik dan iedereen gehad? Ja, toch? Ja. Dus 6 mensen. Ik ga het even doen. Noem mijn naam even. En bedankt voor het kijken. Peace out!